Ik ben Herman van der Hout, schone buurtcoach in de gemeente Renkum. Jazeker, op verschillende plekken in de gemeente staan kleding- en textielcontainers, zoals ook hier op Ventjesbrug. En daarin mag je alle kleding en textiel doen, ook als het versleten of kapot is. Naast de kleding en textiel mag er ook beddengoed in. Schoenen, jassen, dassen, sjaals, petten, van alles en nog wat eigenlijk als het textiel is of kleding. En ook knuffels van kinderen mogen in de container. Als het maar schoon en droog is, mag textiel in de container. En let op, textiel met verfvlekken of olievlekken, dat mag dan weer niet. Nou, we zijn hier bij Restore in Ede, de kringloopwinkel. En alle textiel die ingezameld wordt, die wordt door Restore opgehaald. En wat gebeurt er daarna mee? Ja, de textiel die door de inwoners van Renkum bijvoorbeeld in de containers gedaan wordt, die wordt door ons opgehaald met vrachtwagens. Wij verzamelen een en ander aan de Marconistraat. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zorgen dat het textiel uitgesorteerd wordt. Daardoor hebben deze mensen kans op de arbeidsmarkt om zichzelf door te ontwikkelen en werkfit te worden. En u als inwoner van Renkum draagt bij aan een beter milieu. En als het gesorteerd is, Rolf, wat gebeurt er daarna mee? Ja, wij sorteren de textiel uit en wat je om je heen ziet, dit is de beste collectie, die wordt dus verkocht in de winkels. Prachtig. De overige textielsoorten worden uitgesorteerd. Die gaan naar de industrie om als grondstof te gebruiken te worden voor matrassen, voor poetslappen en noem maar op. En uiteindelijk sorteren we zo uit dat 98% van de binnengebrachte textiel herbruikt wordt, dan wel gerecycled wordt. En daar zijn we eigenlijk heel trots op. Hartstikke goed. Mooi. Dus dat is alle reden om het textiel naar de textielcontainer te brengen en te zorgen dat het niet in het restafval komt.